Mensen, museumnacht. Het is weer zover. Het is altijd takkenkoud. En het is volgens mij altijd weer uitverkocht. En wederom staan we hier op het Rokin. Ziet er nu heel anders uit dan voorheen met de komst van de metro. We staan weer voor Artie. Dit keer het orakel. Mensen, we staan hier in de luxe discotheek aller tijden. Dit is Bert van Artie. Bert, wat ben je aan het doen? Ik ben droogijs, stikstof, heet aan het maken. En daardoor de rookontwikkeling. Heb je nog vingers? Er zitten nog vingers aan, ja. Heb je dit in het kader van het thema van de museumnacht gedaan? Ja, het orakel. Het orakel. Empirisch spektakel. Wat verstaan jullie daaronder? Empirisch spektakel. Nou, het leuke is aan deze tentoonstelling dat we, en dat hadden we eigenlijk ook vorig jaar, dat de kunstenaars heel erg multidisciplinair werken. Ze geven nieuwe visies op hoe we in de maatschappij staan en de interrelatie tussen mens en natuur en niet-menselijke dieren. De kunstenaars benaderen dat heel erg vanuit de beeldende kunst, de wetenschap, empirische wetenschap, vanuit de filosofie, techniek. Arne Hendricks staan en die staat daar 6 uur lang als een orakel echt te oreren over de maatschappij, hoe de maatschappij eigenlijk moet downsizen om nog weer te kunnen overleven. Dus hij heeft gewoon iets van 600 manieren gezocht. En niet voor dovemans oren, want dat staat vol. As the size of the chair is related to the size of the body, then of course the size of the foot also relates to the body. Which in a way here it's illustrated by this giant pumpkin. But in the version of the future where we are 50 centimeters, the pumpkin could be an orange, right? I like to hug giant vegetables. I would like to advise you, if you come across a giant pumpkin, hug it, give it a big hug. It's anyway, it's an amazing living thing. It's amazing, these things. But it also gives you this overwhelming feeling of abundance. And that feeling of abundance is something that maybe is in our future again, if we would just behave slightly different, or maybe become smaller, shrink. Mensen vinden het heerlijk om met verhalen en ideeën volgestopt te worden en om daar weer mee naar huis te kunnen. Dat is gewoon prachtig om te zien. We wilden eigenlijk de kunstenaar wat meer ruimte geven ook. Ja, en ja. Dat ze echt gewoon kunnen uitpakken en echt ook iets met de ruimte kunnen doen. Dus niet alleen maar hun werk wat ze laten zien als een object of als een statief. Maar deze kunstenaars hebben zo lang onderzoek gedaan. En het is des te interessanter om dat ook helemaal in het gebouw mee te nemen. Dat we gewoon één groot laboratorium eigenlijk zijn vol experiment. Een soort shamanen, magiërs, orakels uitgenodigd. En die kan je niet met z'n drieën in één ruimte zetten. Dat gaat niet. Dus we hebben ook en gezocht naar iemand die iets te vertellen heeft, maar en iemand die ook nog eens een keer een ruimte kan vullen. Thank you.
touch staat er. Ja, klopt. Ja, dus, dat mag. Je mag hier gewoon aanraken. Dat was de vraag. Waar wilt u aangeraakt worden? Beetje aparte vraag. Vind je niet? Nou ja, hoe vatte jij hem op? Want het heet wellness, nietes. Hoe ik het opvatte was, wat een directe vraag zeg ik, ken je pas net een paar seconden. En uiteindelijk heb je een hele safe spot gevonden? Of is dat een erotische zone bij jou, je schouder? Nee, het was schouder en nek. Dus het was enerzijds erotisch, anderzijds was het, ik heb daar wel wat last van. Dus ik zou er wel gemasseerd willen worden. Het nuttige met het aangename. Ja, inderdaad, van beide kanten een beetje pakken. Is dit je eerste stop op Museumnacht? Elk jaar is Artie wel de eerste stop, ja. You can only go downhill from here, dat begrijp je. Eigenlijk wel, ja. We willen iedereen een behandeling geven en laten ondergaan. Dus eigenlijk geven de mensen elkaar hier behandelingen. En wij nodigen ze daartoe uit. Je hoeft ze bijna niet uit te nodigen volgens mij, want de Museumnacht is echt net begonnen. En het loopt echt storm, hè? Oh, als je een behandeling wil? Ja, dat wil ik wel. En wil je dan op deze manier? Of dat, Nou, ik heb al pijn genoeg in mijn leven. Oh. Heb je niet iets... Zacht hoor. Het is eigenlijk verfrissend als een wat koude douche. Oh, nou ja. Ik begrijp dat je iedereen van tevoren een formulier laat invullen. Ja. Dus en wat gebeurt er op dat formulier? Het is een gele kaart waarop je in gedachten kunt invullen waar je last van hebt. Heb je al iets in gedachten? Ik heb iets in gedachten, ja. Wil je dat delen met ons? Nee, sorry, maar je kunt het eigenlijk niet delen, want dan werkt het niet meer. Het is het idee dat je eigen lijf is het orakel of het lijf van de ander. En op het moment dat je daar te veel woorden aan hecht, dan werkt het niet meer goed. Ik stop je over aan Estra. Ik ga je behandelen. Je kan aangeven als het te hard of te zacht is. Oké, take it away Estra. Ik zou zeggen, spaar me niet. It's a special dish that contains tomato, and the tomato is being grown with a virus on it. This virus makes the tomato more durable to drought. And what happens is that you can make the tomato grow in a much drier environment. And that's like the fermentation part. We're using viruses for fermenting the plant, and the fermentation happens when they are growing. And that's the second dish. So if you have any questions, you can ask us right now. And I would also like to know how you feel about eating viruses. Yeah. So how many people are gonna die? I guess zero, I hope. Okay. It should be zero. Nobody's gonna die for this. Okay. Yeah. Do you feel it on your tongue? Do you particularly use the word virus so it's for everybody gets a certain emotion with it? No. The virus, particularly because they are very special. Viruses is like a category in biology where they are unable to replicate themselves. And then that makes it different from bacteria. So we are using it as the word for this purpose because we are saying that these are these small machines that has genes in there and has a protein shell and they need to live on someone else, which is like parasites. Okay, mensen, alles voor de kunst. We doen het. Ik ruil hier foto's van mensen hun ID-kaart voor een portret van een ongedocumenteerde vluchteling. In de context van het papieren monument voor de papierlozen. Om mensen een beetje in de spanning te zetten van oké, in de vulnerability te zetten van oké, je geeft toch je privacy weg en je... En wat gebeurt ermee? En we mogen zelf van geluk spreken dat we überhaupt ons kunnen identificeren. Ja. We geven al onze informatie weg via social media. Nu geven ze dat ook weg aan een wild vreemde. Het is een soort van gespreksopener. En je hebt een krant. Kan je daar wat over vertellen? In deze krant staan 60 ongedocumenteerde vluchtelingen, dus mensen zonder papieren. Afgebeeld. Heb je ze gemaakt middels een houtsnede of een linoleumsnede? Ik ben ooit workshops gaan geven aan deze mensen in houtsnijden. Ja. Met het idee elkaar te gaan vereeuwigen, te portretteren.
En met de uitkomst die in grote getalen af te drukken en rond te plakken door steden. Als een papieren monument voor de papierlozen. Het is echt gericht op straat. Maar ik zie mezelf als kunstenaar ook als een soort van ambassadeur. Dat ik toch ergens in meerdere lagen van de samenleving zichtbaarheid kan geven. Symboliseert het ook protestborden? Die verwijzing zit erin en ja, dat is mijn achtergrond ook. Welcome to Arty Museum Night. Thank you. You already saw these portraits. What do you think? Beautiful. Ik ga je weer even inbreken, want ik heb een paar refugees meegenomen voor je. Is it already a real refugees and you took from them a photos or what exactly? They're all portraits of undocumented refugees. It are living people in Amsterdam, part of this group. We are here. And it's a sort of action collective, like a refugee action collective. They squat buildings and then in an attempt to find a house because they are not allowed to work and therefore not possible that they rent a place. And they lived now for 5 years in different buildings through the city. I'm Egypt with the asylum seeker, so I can understand actually. Yeah, yeah. I'm from Egypt. Dan in de healing heb ik een pop-up shop. En jouw naam is? Ik ben de guru. Jij bent de guru? Van Blue Creates the Open Space, een secte. En jij bent part of your own performance. En jij geeft de mensen een healing. Nee, de mensen krijgen een healing door in de shop te lopen. In de pop-up shop. Of door dingen te kopen. Of door een donatie te doen. En ze mogen zelf bepalen wat de prijs is van het product. Maar dat is naar aanleiding van de healing die ze zelf nodig denken te hebben. Dus en het is een one-on-one proces? Ja. Dus wij zijn heel stiekem bij hoge uitzondering een fly on the wall. Ja, precies. Het is de Healing Haplicon pop-up shop. We give a 700% healing guarantee of everything we sell. Everything you see over here is for sale. And you decide the price yourself according to the healing you need. It should, however, be a multiple of 7, the price. You must give money? Yeah. Real money? Real money. Oh, okay. Heeft u interesse in de Healing Guru shop? Klein beetje. Ik heb interesse in de horrorshop, altijd. Guru, niet horror. Ach, guru. Iets minder. Wordt er ook nog een mini-museumnacht gegeven. Dus als u dit ziet en volgend jaar kunt u niet bij de museumnacht zijn, dan kunt u altijd even checken naar een mini-museumnacht, althans in Arty. En dan kunt u daar even heen, want er is natuurlijk zoveel keus op de museumnacht. Dan zou ik zeggen, ga naar andere dingen, maar kom hier voor de mini-museumnacht.